Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Binnenkort ga ik verhuizen, dus het leek mij een goed moment om een keer mijn oude werkplek te laten zien. Dit is het eigenlijk. Deze vierkante meter. En hier mijn werkbank. Mijn camera hang ik meestal aan een Lego-constructie hier aan het plafond met een heleboel LED-lampjes. Nou, plafond. Mijn bovenkant van mijn kast. Dan heb ik hier mijn encoder. Transformator. Soldeerstation. Hier. Soldeerbout. Hier bovenop mijn warmte kanon. En een heleboel verschillende rommel die hier staat. Mijn laptop, zodat ik kan zien wat ik aan het doen ben en wat aansturing kan gaan doen. Werkvoorraad en dingen half ingepakt. Arduino's en schoonmaak, tape, van alles en nog wat. Maar eigenlijk is dit een fietsenschuur. Er staat er nu maar één, maar er zijn tijden geweest dat ik hier met vier fietsen stond te werken. Een wasmachine en zo. En dit is de treincollectie. Die gaat best diep. Zo. In deze dozen zit nog meer spullen. En jaren geleden ben ik begonnen. Ik zocht een hobby. En ik heb altijd veel met treinen gedaan. Dus ik dacht, laat ik dat eens oppakken. Maar voordat ik echt ga uitbouwen en een baan ga bouwen, misschien is het een goed idee om te kijken of ik dit voor langere tijd leuk vind. Dus ben ik begonnen in eerste instantie een beetje aanrommelen. En daarna ben ik er opnames van gaan maken. Zo van, nou, als ik het een paar maanden volhoud, dan is het leuk. Loopt het langer. En dan weet ik in ieder geval of dit een hobby is die ik voor langere tijd wil gaan doen. En ik denk dat ik inmiddels 3 jaar verder ben. En nu dus binnenkort verhuizing. En hoe dat eruit gaat zien, ga ik je zo laten zien. En dit moet het gaan worden. De nieuwe werkplaats. En de plek waar ik hopelijk ook met treinen ga rijden. Het is nu nog leeg. Er staan nog wandjes in die er misschien uitgaan of die verplaatst gaan worden. Maar dit gaat het worden. Ik ben er nu nog druk mee bezig. Met muren, met tapijt, met behang, met alles. En als dat klaar is, dan hoop ik weer snel verder te kunnen met opnames. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot binnenkort.